Goed, Emiel Roemer. Jan Marijnissen stopt. Dat was voor u waarschijnlijk geen nieuws. Nou, je weet natuurlijk nooit precies wat voor besluit er genomen gaat worden. Maar dit lag wel een beetje in de lijn der verwachting. U was er ook wel een beetje blij mee natuurlijk. Want zo'n grote persoon die altijd maar de schaduw bepaalt waarin je zelf moet opereren, dat is op de duur niet leuk meer. Nou, dat is verkeerd geformuleerd. Kijk, het is natuurlijk zo dat, dat het een enorme vertrouwen uitstraalt als hij zegt van nou, ik ga een stap terug doen. Dat deed hij in 2008 natuurlijk als fractievoorzitter. En dat hij nu zegt van nou, de nieuwe lichting staat op. Mm-hmm. En ik heb er het volste vertrouwen in dat dat goed gaat. Ja. En ik ga door als partijvoorzitter, want dat is hij natuurlijk nog steeds. U hebt niet gezegd, Jan, blijf in godsnaam in de fractie, want we kunnen je niet missen. Nou, kijk, Jan zal mij nog zeker bij tijd en wijle heel goed adviseren, maar ik denk dat het een goede stap is. Oké, laten we over Job Cohen hebben. Die stijgt enorm in de peiling als leider van de Partij van de Arbeid. Hij heeft gezegd, we willen een zo progressief mogelijke combinatie maken na de verkiezingen. Daar wordt de SP bijgerekend. Dus ja, maakt het u eigenlijk uit naar wie die stem toe gaat? Want als hij die stemmen verzamelt, dan is de kans op een progressief kabinet het grootste. Want hij kan Balkenende verslaan. Nou, ik hoorde mensen binnen de PvdA ook al zeggen, een progressieve combinatie kan ook met het CDA. Dus het is maar net aan welke PvdA het je blijkbaar vraagt. Stond zaterdag nog in de Volkskrant. Dat was mevrouw Albayrak die dat zei. Ja, dus maar het geeft ik geloof niet dat Cohen al dat zei, hoor. Nee, maar goed, het is allemaal de Partij van de Arbeid natuurlijk. Uh-huh. Kijk, en mijn voorkeur is natuurlijk dat er een zo progressief, zo links, zo sociaal, zo menselijk mogelijk kabinet gaat maar komen. Maar daarvoor moet eerst Balkenende verslagen worden. Nee, daarvoor moet er een voldoende zetels zijn bij partijen die echt ook die kant op willen. Ja, maar moet de partij de grootste worden die een progressieve minister-president kan leveren? Nee, zelfs dat is al niet waar. Partijen gaan samenwerken ongeacht de grootte. En als je 76 zetels of meer hebt met partijen waar je afspraken mee maakt, kun je een coalitie vormen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een grootste partij, wie dat dan ook wordt, niet in de coalitie zit. Maar waar het natuurlijk om gaat is, met wat voor een programma gaat elke partij de verkiezingen in? En wat nog belangrijker is, wat maken ze na de verkiezingen er ook daadwerkelijk waar? Ja, allemaal met u eens. We gaan het over het programma hebben. Wees daar niet bang voor. Maar toch even, vorige week waren hier mensen, net als deze, het publiek. En die mogen vragen stellen aan gasten. En toen was hier meneer Pechtold van D66. Toen waren een paar mensen in het publiek die zeiden, ja, als wij nou willen dat Balkenende weggaat, dan moeten we toch op Cohen stemmen en niet op u. En toen begon Pechtold toch een beetje bedenkelijk te kijken. Nou, hij wel, ik niet. Want ik denk dat de mensen eigenlijk moeten realiseren dat als ze Balkenende weg willen hebben en ze willen de PvdA zo links mogelijk houden, dat ze het beste af zijn als het dan zo groot mogelijke SP is. Want dan heb je en de SP groot en Balkenende blijft thuis en je hebt de PvdA gegarandeerd links. Want op het moment dat wij namelijk, dat is de afgelopen jaren wel duidelijk, eigenlijk ook wel bewezen, elke keer als de PvdA zich liet inpakken in het kabinet om met een heleboel plannen mee te gaan waar ze van tevoren tegen de kiezer zei van daar staan wij voor. Nou, toen keken ze eigenlijk wel zo naar links naar dat vak waar wij met 25 mensen zitten, van hoe zou er daar gereageerd worden. Als dat eigenlijk een veel kleiner vak is, dan zul je meteen zien dat ze heel erg makkelijk meteen over rechts overgaan. Want dat hebben ze de afgelopen periodes elke keer weer laten zien. En ik denk dat de mensen op een gegeven moment nu wel denken van dat trap ik niet nog een keer in. Maar de angst moet bij uw partij natuurlijk vrij groot zijn. Job Cohen blijkt blijkens peilingen een interessante figuur te zijn, ja, die veel mensen naar de Partij van de Arbeid toetrekt. En dat komt voornamelijk bij uw partij en een klein beetje bij D66 en een klein beetje bij GroenLinks weg. Op dit moment zijn de peilingen voor ons nog niet goed. Dat is duidelijk. Slecht. Ja, ze zijn slecht. Dat is simpel zat. Ja. Maar ook dat hebben we in het verleden al vaker gehad. Want voor de vorige verkiezingen stonden we ongeveer 3-4 weken daarvoor stonden we ook op 13-14 zetels lager dan dat we uiteindelijk gescoord hebben. En kijk, de strijd en de campagnes die moeten nog echt gaan beginnen. Zoals mensen mij moeten leren kennen, en daar ben ik heel hard mee aan het werk, zullen ze eigenlijk ook de echte Job Cohen moeten gaan leren kennen. En waar staat de Partij van de Arbeid voor? En waar staat Job Cohen voor? En hoe krijgen wij met elkaar zoveel mogelijk zaken afgesproken. We hebben gekeken waar u voor staat. Ja. Want u heeft een nieuw verkiezingsprogramma. Dat hebben we vanmiddag stiekem uit een prullenmand gehaald en even gekeken. Terwijl het toch pas morgen gepresenteerd wordt. Lag het in de prullenmand? Nou ja, bij iemand lag het in de prullenmand. Een concept. Maar toen viel ons wel op, met alle respect, dat het erg leek op het vorige verkiezingsprogramma. Nou, dat is een mooi compliment. Want dat betekent dat wij standvastig zijn. En dat wij wat wij 4 jaar geleden aan de kiezer voorleggen, dat we dat nog steeds doen. Ja, maar dat is wel en dat maakt ons dus een heel erg betrouwbare partij. Dat en dat kunnen andere partijen niet zo zeggen. Want daar, als je die namelijk gaat vergelijken, dan staat er over de AOW bijvoorbeeld en over 65 iets heel anders in dan 4 jaar geleden. Dus dank voor het compliment. Dat is, meneer Roemer, omdat er ook veel veranderd is in de wereld. En dat je misschien bepaalde
en zeker sociaal-economische financiële maatregelen moet aanpassen aan de werkelijkheid van dit moment. Nou, daarom hebben wij ook een heleboel dingen aangepast. En ik denk dat, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Er is een enorme crisis. En niemand weet hoe ver we in de crisis zitten, of we halverwege zijn, of aan het begin, of aan het eind. Niemand kan dat voorspellen. En we weten, dat zien we ook wel aan alle cijfers die gegeven worden, die zijn vandaag de dag alweer heel anders dan 3 maanden geleden. We zijn uit de crisis, dat weet u. Dat heeft u toch wel meegekregen, of niet? Nee, we zijn zeker nog niet uit de crisis. Het begint alweer te groeien. Ja, dat weet ik wel. Maar op het moment dat het ergens in Zuid-Europa dadelijk weer helemaal fout gaat lopen, kan het morgen weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Dus ben vooral heel voorzichtig, maar laat je ook vooral niet gek maken. Wat is nu het unieke selling point van de Socialistische Partij? Het antwoord op de crisis dat door andere partijen niet of in veel mindere mate wordt gegeven? Nou, het allerbelangrijkste in crisistijd is dat we mensen die het hardste nodig hebben zekerheid bieden. Dat is het allerbelangrijkste. En welke specifieke maatregel staat u nu voor ogen zodat de mensen thuis denken, zo is het? Dat betekent dat je dus heel erg voorzichtig bent om de arbeidsmarkt, zoals dat ze mooi noemen, te flexibiliseren. Dat betekent eigenlijk dat je heel erg gemakkelijk aan de kant geschoven kan worden door je baas. Ja, u houdt dan vast moet je dus aan de bescherming van het ontslag. Absoluut. Zeker in deze tijd is dat voor mensen van wezenlijk belang. Een ander belangrijk punt is dat mensen met de laagste inkomens, dat die de rekening op hun bord krijgen. Dus dat de minimuminkomens juist eerder omhoog gaan en dat de kinderbijslaginkomens afhankelijk zijn, dat die mensen dus eindelijk een beetje ruimte gaan krijgen in deze crisis. En dat ze niet denken van al die banken en al die mensen hebben daar zitten gokken met onze centen en vervolgens loopt het helemaal fout en dan krijgen wij het op ons bordje. Nu moet je zorgen voor zekerheid. Maar en daar moet je echt voor gaan. Bijvoorbeeld die kinderbijslag. Hè? Ja. Zegt u dan dat mensen met een laag inkomen meer kinderbijslag krijgen? Ja, als je het inkomensafhankelijk maakt, is het antwoord ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor zorgpremies. Maak dat inkomensafhankelijk, zodat die mensen die nu al op het einde van de week kijken van is er nog een dag over of is er nog een stukje loon over, bij steeds meer mensen is er nog een dag of een stukje maand over als het salaris al lang op is. En er zijn vaak ook mensen met kinderen. Als we weten dat er nog steeds honderdduizenden kinderen in Nederland onder de armoedegrens moeten gaan opvoeden, dan vind ik dat een hele kwalijke zaak. Dan denk ik van, daar moet je nu gaan ingrijpen. En juist in tijden van crisis moet je gaan ingrijpen. Okay. Kunt u het iets concreter zeggen? Hoeveel komt erbij voor de laatst betaalde? En wanneer ben je dat niet meer en krijg je geen kinderbijslag meer, bijvoorbeeld? Nou, als je de laagst betalen, als je precies de cijfers van de kinderbijslag weet ik niet, dat gaat er niet over de laagst omhoog. Als het gaat om het minimumloon, gaat dat minimaal maar 5% omhoog. Ja? Dus zo betekent gewoon dat je in de koopkracht bij de laagst betaalde behoorlijk gaat stijgen. En op welk salaris krijg je geen kinderbijslag meer? Die cijfers weet ik niet exact in mijn hoofd, maar dan kun je, ik denk dat het ongeveer op zijn anderhalf modaal zal gaan zitten. Dus mensen met anderhalf modaal krijgen geen kinderbijslag meer. In ieder geval meer, duidelijk een stuk minder. Ja. Kijk, op het moment dat de rekening gepresenteerd moet gaan worden, dan moet je het ook eerlijk gaan verdelen. En dan moet je ook niet bang zijn om te zeggen, degenen die het meer en beter kunnen gaan betalen, die laten we het nou ook een keer betalen. Want elke keer als het zover is dat we daarover moeten gaan spreken in de politiek, dan komen bij een heleboel partijen in één keer juist die taboes naar voren. Dan mogen we het in één keer niet meer hebben over een hypotheekrenteaftrek. Ja. En dan mogen we het in één keer niet meer hebben over een inkomens, de hoogste schijf in de belasting. Nou, hartstikke goed. Want daar leggen wij dus de rekening op dat moment wel even neer. Juist. U legt bijvoorbeeld, u zegt hypotheekrenteaftrek tot €350.000 hypotheek. Hè? Geleidelijk invoeren. Geleidelijk invoeren binnen 10 jaar, geloof ik. Hè? Ja. Betekent dat dat mensen die nu bijvoorbeeld met z'n tweeën behoorlijk duur huis hebben van €500.000, maar een tophypotheek, dus het is ook wel echt hypotheek, die moeten binnen 10 jaar krijgen die dus een probleem? Nou, ik weet niet of ze een probleem krijgen, want de hypotheekrenteaftrek, het gaat over 10 jaar en dan gaan ze wel meer betalen. Ja, dan kunnen ze minder aftrekken, dus dat gaan ze betalen. Dat heeft een probleem. Maar op het moment, ik weet het niet hoor. Ik vind als iemand ongeveer €80 in de week over heeft om zijn gezin te betalen, dan heb je een probleem. Ik ben van de week bij de stakende schoonmakers geweest. Die lieten mij zien wat ze verdienden, of eigenlijk wat ze kregen. Dat is een schamel loontje. Ja. Als je dan ziet waar zij voor moeten knokken en dat zij al maanden bezig zijn om te knokken voor 30 cent bruto salaris dat ze gewoon tot de dag van vandaag niet krijgen. Dus dat die mensen hebben een probleem. Dus dat moeten die mensen die dat huis van 5 ton hebben en die dat met z'n tweeën opbrengen, die moeten dat betalen. Mensen die inderdaad voldoende verdienen, dus die meer verdienen dan een politicus verdient, en die verdient al erg veel geld, die mogen inderdaad wel wat meer gaan bijdragen. Dat betekent namelijk, de breedste schouders dragen de zwaarste lasten. En dat betekent solidariteit in Nederland. Maar ze kunnen, dat bijna huis, vies woord ze kunnen dat huis niet meer betalen dan? Nou, ik maak me daar totaal geen zorgen over. Want die huizenprijs gaat sowieso omlaag. Ja, dan bezuinigen ze maar eventjes op een tweede of een derde televisie.
Wat doet u eigenlijk narig tegen die mensen? Nee, ik doe helemaal niet naar. Het is net als, nee, alsof die mensen de schuld van iets zijn of zo. Nee, nou, een gedeelte wel. Oh ja, waar? Ik denk dat, nogal wat mensen, bijvoorbeeld ook bankiers, behoorlijk hebben gegokt. We hebben het niet over bankiers, we hebben het gewoon over een bovengemiddeld rijk gezin, wat hard werkt. Ja. Nee, kijk, we hebben natuurlijk een behoorlijke rekening en een crisis te betalen. En dan gaat het erover hoe gaan we dat zo eerlijk mogelijk verdelen. En wat de SP betreft is het hartstikke duidelijk dat de mensen die het moeilijkste hebben op dit moment, dat we die ontzien. En de mensen die behoorlijk hogere salaris hebben en die het ook kunnen betalen, dat we van hun een bijdrage gaan vragen. Ik vind dat eerlijk, ik vind dat solidair met elkaar zijn. En zeker in de tijden dat het hartstikke moeilijk is. Ik wil de AOW op 65 houden. Ja. Er is bijna geen partij meer in Nederland die dat wil. Ja, dat is heel gek, want als je op straat gaat, dan is het bijna iedereen die roept van waarom gaan ze naar 67? Ja, maar u wil een progressieve combinatie maken, daar zit de Partij van de Arbeid vermoedelijk toch in. Ja, die willen dat niet, die willen naar 67. Ja, ik wil ook wel eens iets niet wat zij niet willen. Ja, zo heb je dat. Maar, maar als je wil samenwerken, is dat een probleem? Ja, maar het is een vraag, voor wie is het een probleem? Als wij nou voor met elkaar... Wat, nee, wat zij nee, zeggen niet voor mij. Want ik heb nog, maar zij hebben nog niet eens een plan op tafel liggen die uitvoerbaar is. Laten ze daar maar eens eerst mee beginnen. Ik heb wel een plan die uitvoerbaar is. 65 blijft 65. Maar het is toch geen breekpunt? Het is voor mij net zo'n breekpunt als het voor hun is. Kijk, nee, het is toch geen breekpunt? Ja, is het een breekpunt of is het geen breekpunt? Kijk, het is... is het een breekpunt? Nou. Ja of nee? Nee, kijk, er ligt niks nee, nieuws op tafel. Ja of nee? Ja. Zo, nou, ja, ik hoorde ja. Hoorde ja, ja? Nou. Nee, zijn we nou ja of zijn we nou nee? Mensen kunnen erop vertrouwen dat ik... Ja, nee, dat is geen hele... Dat is geen, kijk, elke keer wordt gevraagd, is het voor ons een breekpunt? Is nou ja, het daarom, dus de vraag kan u niet verrassen. Maar het antwoord ja. komt niet Nee, echt. Ik heb elke keer diezelfde vraag gekregen met hetzelfde antwoord gegeven. Het is, is het geen voor hun een breekpunt? Want er ligt niks op tafel wat uitvoerbaar is. Dus ja. er ligt niks. En waar moet ik dan ja tegen zeggen? Waar nee, moet hoe, ik tegen zegt, zeggen dat het een breekpunt is? Het is geen breekpunt. Nou, ik zeg eerder dat het wel een breekpunt is dan dat het niet een breekpunt is. Maar we gaan het gewoon voor elkaar krijgen dat 65-65 blijft. Want de mensen op straat zitten daarop te wachten dat een politicus dat nou eens een keer zegt. Wat denkt u, is het een breekpunt of niet? Ik zit nog te denken aan het woord solidariteit dat u gebruikte. En aan Jan Marijnissen. En ik heb nooit, dat mag u dan wel weten, ik heb nooit gestemd op de SP. Maar ik heb daar groot respect voor het idealisme dat achter dat begrip solidariteit rust. En wat u betreft, ik zit nog steeds te denken aan de verschrikkelijke ausdauer die je moet hebben om zo'n sport te beoefenen. Nou, ga door. Kijk, de samenvatting kwam van de kardinaal.